Ik ben Bibi Dumontak en ik schrijf boeken voor kinderen en volwassenen. En ik wil dit boek voordragen voor de virtuele vitrine. Dat is het boek van Marleen Velius. Dat is een soort runderbijbel. Ik hou heel erg van koeien. Dat was al toen ik klein was. Dan ging ik altijd in een weiland zitten tussen de koeien. En daar werd ik altijd heel erg rustig van. Volgens mij was dat een soort kunstmatige Ritalin voor mij. Ik was heel druk. Maar nu hou ik nog steeds van koeien en volgens mij komt dat ook omdat het een beetje een underdog op de wereld is. We gebruiken haar, haar huid, haar vlees, haar melk, we krijgen haar kalfjes. Ze worden gebruikt als trekvee. Hun poep wordt gebruikt om op te koken in India. En daarom hou ik van de koe. En Marleen Velius houdt nog veel meer van de koe. Zo erg dat ze haar leven er eigenlijk aan heeft gewijd. En ze heeft dit boek geschreven en getekend. Ze heeft alle runderrassen op de wereld bijeen gebonden in dit prachtige kunstwerk. Ze gaat ook heel vaak in het vliegtuig ergens heen, omdat er ergens een nieuw ras is wat ze niet kent. In Burundi of in Soedan of in Hongarije. En dan gaat ze het fotograferen en dan tekent ze het. En ja, dan En ze schrijft ook de verhalen daarbij over dat ras, waar ze goed in zijn. Bijvoorbeeld of ze vooral voor melk worden gebruikt of voor vlees of voor beide. En natuurlijk voor stierenvechten in Spanje. Ik vind het zo ontzettend mooi, daar kan ik uren in bladeren, omdat ik eigenlijk via de koe dan over de wereld reis. En daarom heb ik ook van mijn eerst verdiende geld met mijn eigen boek een kunstwerk van haar gekocht, want ze schildert ook prachtig. Dat is een koe van Marleen op linnen. En altijd als ik naar, ik zit hier altijd te werken, dit is mijn schrijfplek. En altijd als ik het even niet meer weet, dan kijk ik naar die koe. Hoe die loskomt van het linnen. Daar word ik dan weer rustig van natuurlijk. En dan kan ik verder schrijven. En daarom hou ik nu niet alleen van koeien, maar ook van het werk van Marleen Velius. En daarom wil ik dit prachtige boek voordragen voor de virtuele vitrine.